Hoi, hier is Paul weer. NN Group, ik ga hem upgraden. Er is alleen maar slecht nieuws over NN Group. Hier vandaag de koersprijs, bijna 5% eraf. Ik kreeg dit op mijn telefoon. NN Group, NN.AS, dat is NN Group, reaches a 52-week low. Nou, dat is weer lager. Dat is, zo gaat het al de hele week of de afgelopen 2 weken. Elke keer weer een nieuwe 52-week low. Een jaarlijkse low. Je wordt er depressief van als je er heel erg over na gaat denken misschien. Nou, ik ga het anders opvatten. Ik heb me er een beetje verder in verdiept. Ik zie het als een koopkans. Ik ga NN Group bijkopen. Ik had het doel met NN Group om 100 euro per jaar aan dividend te mogen ontvangen vanuit mijn aandelen van NN Group. Nou, ik ga het verhogen. Ik wil 200 euro per jaar ontvangen vanuit mijn NN Group aandelen aan dividend per jaar. Ik heb laatst een video gemaakt. Waar staat dat? Hierzo, dit is mijn YouTube kanaal. Deze video, daar was ik helemaal blij. Dit is een maand geleden. Nog geen eens een maand geleden. Toen was ik helemaal blij dat ik NN Group onder de 40 euro had kunnen kopen. En nou, dat ze mij 100 euro per jaar aan dividend gaan opleveren. Dat ik dat mag verwachten. Nou, inmiddels is de koers niet meer 40 of net onder de 40, maar onder de 32 al. Dus dat is, er is een enorme hap vanaf. Wat is er allemaal aan de hand? Paniek in de financiële wereld, zeker financiële aandelen worden zwaar getroffen. Banken vallen allemaal om. Nou, niet allemaal eigenlijk, maar de Silicon Valley Bank was al omgevallen. Credit Suisse was afgelopen weekend ook omgevallen slash overgenomen. Deutsche Bank, daar is vandaag weer allerlei paniek over. En de renteverhogingen, die blijven maar doorgaan. De ECB en de Fed, die blijven de rentes omhoog gooien. Terwijl ondertussen zijn ze bezig om die banken te redden. Dus ondertussen printen ze ook weer geld bij. Dat is een beetje de gekke paradox. Bankensysteem, het berust heel erg op vertrouwen. Als dat vertrouwen wegvalt, dan hebben we een groot probleem. Nou, dan is er weer angst voor herhaling van de financiële crisis van 2008. Dat was een kredietcrisis. Ik denk dat het nu wel iets anders ligt. Dus ik ga er niet zo in mee in die paniek. En daarnaast is een verzekeraar, zoals NN Group, en ze doen ook aan vermogensbeheer en aan pensioen. Pensioenen doen ze. Ik denk dat dat minder direct risico heeft dan banken. Banken, als daar een bankrun op komt, als daar geen vertrouwen in is, dan kan het heel snel gaan. Zeker als hun assets onder water staan. Zeker als bijvoorbeeld hun obligaties veel minder waard zijn geworden. Dat is een beetje bij Silicon Valley Bank gebeurd. En als er geen vertrouwen meer is in banken, ja, dan is er een groot probleem. Dan gaan die banken het heel moeilijk krijgen. Dat is een beetje de aard van hoe het werkt, een beetje hoe het systeem werkt. Tegelijkertijd wil de Fed en de ECB wil het systeem, het bankensysteem, het geldsysteem wel overeind houden. Dat merk je continu. Ze willen wel de rentes verhogen om de inflatie in te dammen. Maar tegelijkertijd, als er echt grote problemen zijn, dan stappen ze toch weer in om de boel te redden. En de boel redden ze altijd door geld bij te printen. Nou, dat zijn ze nou ook weer aan het doen. Of dat beloven ze alvast te doen als er te veel paniek komt met banken en noem maar op. Dus ik denk dat het... Ik denk niet dat er een financiële crisis komt à la 2008. Ik ben geen financieel expert en ik kan de toekomst niet voorspellen. Misschien komt er wel een enorme crisis. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen dat het systeem een keer moet klappen, een keer kapot moet gaan. Dat alle valuta een keer naar nul gaan, de dollar en de euro. Dat het niet houdbaar is met alle schulden en noem het maar op. Ik snap dat, ik snap die kritiek. En daarom gaan mensen ook bijvoorbeeld naar Bitcoin en naar goud. Je ziet nu ook door de bankencrisis... Door dit gedoe is bitcoin en goud zijn enorm in waarde gestegen de afgelopen tijd. Dat is grappig of grappig. Nou, dat is hoe het werkt. Ik denk toch dat het financiële systeem overeind gaat blijven en overeind gehouden gaat worden door de Fed en de ECB. En nou, zoals ik al zei, verzekeraars, NN Group is een verzekeraar en ook bijvoorbeeld ASR. Ik denk dat die minder direct risico lopen dan banken. Dit is ook waarom ik niet in banken investeer. Als ik al in banken zou investeren, zou ik alleen voor JP Morgan gaan bijvoorbeeld. Dat is de allergrootste bank naar mijn idee in de westerse wereld. Misschien Bank of America en heel misschien Canadese banken. Want die hebben een hele mooie historie aan dividendgroei. Maar banken, ik vermijd ze. Geen bank is echt helemaal veilig, denk ik. Dat moet je goed beseffen, denk ik. En sowieso heb je bij elk bedrijf natuurlijk risico's. Maar banken zijn weer heel anders dan gewone bedrijven. Verzekeraars ook. Maar die zijn ook weer wat anders dan een bank. Dus ik zie deze dip, deze crisis, deze paniek... zie ik maar als een kans om mijn NN Group aandelen bij te kopen. De statistieken van NN Group, de dividendstatistieken... op dit moment hebben ze een dividend yield, dividendrendement... met een koersprijs van ongeveer 32 euro van 8,7%. Dat is enorm hoog. De CAGR, de groeiratio van het dividend is 9%. Tijdens mijn NN Group filmpje heb ik ook deze sheet laten zien... of dit plaatje laten zien. Dit is de dividendgroei van NN Group over de afgelopen jaren heen... en dat is echt hartstikke mooi. Als ze dit kunnen blijven doen... is het nu alleen maar een nog mooiere koopkans, een nog mooiere kans om
deze geldmachine bij te kopen. Zo zie ik het een beetje. Dividendgroeiaandelen zijn geldmachines. Ze leveren mij altijd geld op en het wordt als het goed is altijd meer. Een payout ratio van 55% is netjes. Ze hebben een progressief dividendbeleid. Nou, ik heb het in mijn vorige video over PostNL gehad dat bedrijven een dividendgroeibeleid moeten hebben, een progressief dividendbeleid. PostNL heeft dat niet. NN Group heeft dat zeker wel. Years of Growth, ze groeien al 9 jaar hun dividend. Ze hebben ook een credit rating van AA-. Nou, dat is heel hoog. Dat is afgelopen maand of 2 maanden geleden is dat nog verhoogd. Ik heb ook een video gemaakt over credit ratings. Credit ratings geeft eigenlijk aan hoe financieel gezond een bedrijf is. En NN Group is financieel gezond. Die doen het goed, die doen het hartstikke netjes. Nou kan dat altijd snel veranderen, maar ik denk dat het vrij veilig is. Het is vrij conservatief voor een verzekeraar qua hoe zij het aanpakken. Ik denk dat het veilig is en daarnaast doen ze aan buybacks. En daar wil ik ook wat over vertellen. Staat ook in dit plaatje, staat hieronder, buybacks. 250 miljoen aan eigen aandelen willen ze inkopen. Nou, je kunt hun buyback program, kun je zelf zien. Dit is de site van NN Group. Share buyback programs. En hier heb ik hun, dit heb ik gedownload. Dat is deze. Zij kopen al eigen aandelen terug voor 250 miljoen. En dat willen ze gewoon geleidelijk doen gedurende het jaar. Nou, wat gebeurt er? Ze zijn ermee begonnen. Even kijken, hier, zoveel hebben ze teruggekocht, teruggekocht, teruggekocht. En eigenlijk sinds NN Group enorm is gezakt qua koersprijs, heeft NN Group zelf het tempo van hun buybacks opgeschroefd. Dus ze zijn veel meer aandelen gaan kopen op de huidige prijzen. Op rond de 32, 33 euro per aandeel zijn ze heel veel bij gaan kopen. Dus wat dat betekent, is dat dat eigenlijk NN Group ook zelf denkt van dit is een hele mooie prijs om eigen aandelen in te kopen. Hoe lager die prijs, hoe meer eigen aandelen ze inkopen, hoe gunstiger het is voor de aandeelhouders, hoe meer waarde ze creëren voor hun aandeelhouders. Dus dat zij nu heel heftig of veel sneller eigen aandelen inkopen, is voor mij ook een soort signaal dat het nu eigenlijk een mooie prijs is om NN Group bij te kopen. Nou, dat is het. Verder is het soms heel lastig op de beurs. Soms voel ik mij een beetje zo. Dan zie ik de NN Group prijs, die gaat alleen maar omlaag, alleen maar omlaag. En dan, dat kan alleen maar omdat er heel veel mensen verkopen. En ik ga dan kopen. En dan denk ik van, yes, you are all wrong. Of dat zo is, gaan we zien. Ik denk dat je soms andersom moet kunnen denken. En vooral rustig moet blijven. En zeker als je dividendinvesteerder bent, is dit eigenlijk gunstig. Dan moet je eigenlijk willen dat jouw bedrijven omlaag gaan in prijs. Zodat jij meer kan kopen voor hetzelfde geld. En jouw dividend sneeuwbal zo hard mogelijk kan laten groeien. Dat voelt soms lastig. Het is niet altijd leuk om rood te zien. En ook vandaag weer 5% eraf. Aan de ene kant doet het pijn, aan de andere kant, ja, het is wat het is. En ik denk, als je aan DCA doet, dollar cost average, elke week beleggen en je blijft beleggen in stabiele bedrijven, over tijd, ook al doet het even pijn, dit is een hele pijnlijke maand voor mij qua portfoliowaarde. Dat gaan jullie zien in mijn update over maart. Die komt de volgende week, denk ik, of zo. Maar goed, ik ga het omhoog zetten. Dit is mijn doelenpagina. Nou, NN Group, ik heb hem niet meer. En ik ga hem verplaatsen van hier naar hier. Ik heb er lang over nagedacht. Ik heb er de afgelopen weken vaak over nagedacht. Ook in mijn video's over NN Group en ASR heb ik vaak aangegeven. Ik wil eigenlijk NN Group en ASR van 100 naar 200 doen. ASR wil ik eigenlijk ook wel hier naartoe doen. Maar ik begin met NN Group. Ik denk dat dat op deze koers nog een mooiere koop is dan ASR, relatief gezien. Vandaar nu eerst NN Group, misschien ook nog ASR. Uiteindelijk moet ik mijn doelen nog veel groter maken en moet ik nog veel meer beleggen. Dus uiteindelijk is het goed als alles nog meer wordt en nog groter wordt. Ik zet hem vast hierbij. Ook alle andere aandelen, Shell is enorm gezakt, 3M is enorm gezakt, Kinder Morgan is enorm gezakt, Verizon is enorm gezakt en ook Legg & Platt is enorm gezakt. Ja, ik blijf bijkopen. Ik ga maandag ga ik een aflevering doen, DCA, de laatste DCA. Maandag bij Bucks, dat ik zonder allerlei kosten kan handelen. Dus dat wordt de laatste keer. Daar ga ik een video over maken. NN Group, ik heb hem hierbij gezet. Ik hoop dat ik er goed aan doe. Ik hoop dat de rest het allemaal verkeerd heeft. Dit plaatje dus. We gaan het zien over jaren tijd. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!